staan. Zo kan ik van dit af printen. Oké, dat is goed. Maar ik ben niet zwaar. Met andere woorden, goeie morgen. Marcel ligt al de hele ochtend met Winkie Rennen op bed. We hebben niet heel lekker geslapen, of wel? Hebben we lekker geslapen vannacht? Nee. Nee. Dus, maar die ligt in een donker hok beneden. Het is inmiddels 00:30. Ik ging de hele tijd expres geen koffie drinken met de hoop dat zij miraculously in één keer beter wordt. Nee, dat lijkt me niet zo'n heel goed idee. Maar laat dan even de stoel hier wel. Oké. Ga jij maar een knuffel pakken uit je kamer, toch? Ja. Dat is goed, Elsa. Kom je dan mee? Ik wil net een broodje smeren voor mezelf. Oh. Ik zou het niet doen, man. In ieder geval, ik ga een broodje smeren voor mezelf. Dat is wel grappig. Mama die heeft dan last en zo, en hoofdpijn en al dat soort dingen. Dus wat komt er tegelijk? Tevoorschijn. Dark mixed up. En weet je wat? Ik heb een leuke ontdekking. Waar kijken? Le Bluey. En de ontdekking is dat ik nu merk dat Mila het wel fijn vindt als ze toch Nederlands is. Ze wil niet altijd Nederlands, omdat ze het niet gewend is. Dus Bluey wil ze in het Engels. Maar dan vraagt ze de hele tijd waar het over gaat. Dus zei ik, weet je wat? Zet hem even op Nederlands. En dan vindt ze het toch wel heel leuk. Dus ze wil... Waarom hebben ze niet... ergens hadden ze dat. Ik weet niet meer waar. Maar bij Disney niet kennelijk. Waarom hebben ze het niet dat het verhaal dan in het Nederlands is en de liedjes in het Engels? Want dat is beter. Bij Bluey maakt niet uit. Alleen doen ze mama, papa. I don't know why. Ik want mom, dad. Maar in ieder geval... Maar waarom kan je dat niet kiezen? Dat zou echt een goede optie zijn. Toch? Dat was het. Oh, en wat ik raar vind. Ook al zet je hem in het Engels... Dat dan die teksten die soms die ze dan kunnen aanpassen, dat die dan in het Nederlands staat. Dan denk ik. Vai. Vaiana. Vaiana. Dat was het. Heb je een knuffel? Welke heb je? Oeh. Ja, goede keus. Goede keus. Ja, en wie is dat? Simma. Ja. Bluey kijken. Dat is goed. Gewoon verder Bluey kijken. Welke aflevering? Was we aan het kijken. En nu komt even snel een rondje door de supermarkt. Zit daar helaas voor papa niet in. Waarom niet? Dan kijken we nog even naar Bluey. Net een paar dingetjes gedaan die gedaan moesten worden. En... boterham nummer 2. En nog meer koffie. En... dat was het. Toch? Mila zegt ook van ook. Oh, ik heb trouwens nieuwe lampen en zo voor buiten. Die wil ik jullie laten zien, maar dat doe ik vanavond. Hey guys, ik heb echt de ochtend from hell gewoon. Ik ben helemaal... Ik heb zo'n hoofdpijn. En ik heb 3 paniekaanvallen gehad ervan vandaag. Omdat ik best wel een beetje warrig was ook. Dat ik dacht van, wat gebeurt er allemaal? Ja, mag je kijken, liefie? Ik ben net naar de huisarts geweest. Ik heb een voorhoofdholteontsteking. Het is een beetje het hele... We zijn met z'n allen een beetje ziek, maar bij mij wordt het steeds erger. Maar vooral dit. Ik kon niks vanochtend letterlijk. Ik kon niet, het licht kon niet aan, niks. Ik had het heet, het was ondraaglijk. En het is heel heftig. Dus, nou goed, ik ben er dus best wel ook van geschrokken hoe mijn lichaam reageerde. Dus paniek heel erg. En dan later weer, dus 3 keer. En dus nu ook echt naar de huisarts gaan van, jeetje, weet je, ik weet niet wat ik moet doen. Ik heb vaker voorhoofdontstekingen gehad en dat gaat altijd een beetje wel vanzelf weg. En de een of andere, ik krijg dat heel vaak, heel snel bij machines. Hij ging ook net echt zo, pak ik, pijn. Maar goed, dat is dus de status. Dus ik ben echt een beetje, dingen zo van, ik weet ook niet... Ik heb het er niet heel uitgebreid over gehad, maar ik heb ook echt angststoornisdiagnose. Toen ik therapie had, heb ik dat gekregen. En ik heb voor het eerst sinds een hele lange tijd het idee dat dat nu weer naar boven is gekomen. Puur omdat ik schrok van mijn eigen lichaam en pijn en zo. En dat ik daar heel paniekerig op reageerde. Dus. Maar goed, dat is de situatie. Dit is ook het leven, dit is realistisch. En ja! Maar ik deel het ook om gewoon, dit is ook het echte leven, dit soort dingen gebeuren ook. En ik heb nu
iets. En Gregor gaat even naar de apotheek wat voor me halen. En dan... Heel naar, heel naar. Ik heb dus ooit ook een voorhoofdsholteontsteking gehad. Heel vaak dus. En toen had ik antibiotica gehad. Dat is heel lang geleden hoor. En toen is het dus zeg maar... Ondanks antibiotica is het nog erger geworden daarna. En toen heb ik er echt, weet ik veel, 2 maanden mee gelopen. En dat, ik heb het idee dat dat een beetje bij mij ervoor heeft gezorgd dat het forever hier een probleem is of zo. Weet je wel, dat ik mijn lijf, I don't know, ik weet niet. Dus ik weet niet of daar dan de paniek ook weer vandaan kwam of niet. Ah, ik weet niet. Het is in ieder geval, ik was heel, ja, nog steeds hoor. Ik ben nog steeds, ik had wat meditatiedingen opgezet met moeite. Want mijn hoofd bonkt natuurlijk, maar... Ja, het gaat nu al ietsje, ik heb ietsje ingenomen waardoor ik ietsje, ik kan staan en tegen jullie praten. Maar ik ben nog wel een beetje warrig, merk ik. Maar goed, dan weten jullie mijn status, mocht de vlog kort worden. Het is geen aanstellaritis, beloof ik echt. Op aanraden van mensen bij de comments, en ik kwam het dus ook al tegen op TikTok, heb ik... Wil ik wat harder? Moet ik wat harder doen? Keltisch zeezout gekocht, om dat met water te nemen. Het schijnt echt goed te werken tegen migraine en zo, en... Nou, toevallig kwam het vandaag nu binnen, dus zullen zien. Ik zou zeggen, zoek het even op TikTok en op internet wat de voordelen zijn. Maar ik ga het, I'm just gonna try. Dat klopt. Oké, okay. Ja, begin kicking in. Ja. We willen heel graag naar de Mac zo'n Happy Meal halen met Pikachu. Blijkbaar is letterlijk vandaag de laatste dag. Zijn we weer... Ik wil niet eat Mac, maar I want the Pikachu. Ja, we willen dat Pikachu Happy Mealtje. Dan kwam ik ook nog eens de deur uit. En het was vandaag een dag van ik in een donkere kamer. En Mila en papa thuis en op mij letten. Juist, dat klopt wat jij zegt. Helemaal met jou eens, liefie. We gaan dus naar de Mackie, het uitje van de dag. McDonald's. Hopen dat ze Pikachu dingen hebben. Tja, dan moeten we doorrijden naar een ander. Ja, het is nu 5. 5:10. Dat is de derde, toch? Het is tot en met de vierde. Dus het is derde, ze moeten het hebben. Of het is net op. Dat zou echt balen zijn. Ja, nou, dat zou kunnen aan het einde van de dag dat het dan op is. Blijven oefenen met je. Want ik vond dat echt... Ik vond dat zo fijn toen ik eindelijk wist hoe dat werkte. We hebben het over links en rechts. Mila kan dat al. Dat is echt zo knap. Mila weet niet wat ze kleine zijn. Nee, die kennen zij niet. Hé, heb jij nou je Pikachu? Waar zie je Pikachu? Crystal Pokémon Update. In de spits naar de McDonald's gaan. Is geen goed idee. Geen goed ik idee. Wilde eerder gaan, maar dat was er niet van. Nee, dat lukte niet. Maar we gaan nu terug Amsterdam in. En we hebben 20 minuten erop gedaan om Amsterdam uit te komen. Het is zo'n lange file. We zijn Amsterdam nog niet uit geweest. Jawel, we gingen richting Zaandam. We gingen richting, maar... Nou ja, in ieder geval, nu gaan we naar de Kinkerstraat. En dan kijken of als we de auto niet kwijt kunnen, dan springt een van ons wel gewoon uit. Om even snel met je te halen. Oftewel hadden we gewoon op de fiets kunnen doen. Maar het is net toch zo regenachtig. Ja. We zijn nog niet helemaal lekker. Ja. We zitten bij McDonald's. Het is echt briljant. Oh, I love Mickey. Kijk, wil je niks kunnen zien? Dat is nu. Zon. Oh, wel een leuke straat altijd. Ze hebben altijd leuke dingetjes hier. Oh, Mackie. Ik zie inderdaad geen... Nou ja. Oh jee, yeah. En kijk eens. Deze is niet het doosje, helaas. Dat heb ik echt al jaren niet meer gehad, McFlurry. Voor het laatst zat er zo'n plastic ding. Met een plastic rietje. Nou, daar gaat hij. We gaan een aflevering kijken van Bluey met Truus. Ja. Papa en Mila willen die zo graag aan mij laten zien. Ja. We hebben eens per seizoen ongeveer. Hebben we zo'n moment. En dan gaan we alles af. ASOS, H&M, alles. Dan gaan we even alle nieuwe collecties bekijken. En even checken wat er is. En... Een soort van de wintergarderobe upgraden en zo. Gewoon voor fun. Voor onszelf, voor de kleine ook trouwens. Je moet ook altijd nieuwe dingen weer hebben. Maar ja, het zit nu op H&M. Het ergste is dat ze dan de meeste dingen... Voor wie kopen we het meest? Mina. Ja, sowieso. Jongens, we hebben een podcast set gehuurd. Zondagmiddag gaan we hem ophalen. Zondagavond gaan we het opnemen en dan maandagmiddag terugbrengen. Fofie is topboy aan het kijken. Hoe ver ben je nu? Season 2? 2, episode 8. 8. Ik ga naar bed. Hoop dat mijn hoofd wat minder wordt. Of dat ik weet niet of ik het nou aan het onderdrukken ben of niet. I don't know, ik weet niet. Hallo, zeg. Ik ga de vlog afsluiten. Wel trusten, bedankt voor het kijken te borgen. Bye.